Goedemiddag wandelaars. Hercule Poirot, privédetective. Ik begeleid u tijdens deze wandeling. We gaan eens kijken of u logisch kunt nadenken. Pas op, net als de roos kan het onderzoek stekelig zijn. Bestudeer de plaats in detail, zoals elk goede detective zou doen. U bent in het hart van de boomkwekerij van Lédin. 250 hectare bomen, de grootste concentratie van bomen in Wallonië. Juist. Als ik nu zeg rook, vruchten. U antwoordt hop, goed geredeneerd. Het wordt hier gebrouwen in Bruno. Elzel, hier ben ik geboren. De getuigen zijn formeel. Er dwaalt hier een vreemde vrouw rond met een bezem. Haar identiteit is gekend. Het is Quintine, de heks. Zij waakt over de fabricatie van een bier dat haar naam draagt. Er is overigens ook een bier dat naar mij is genoemd. Blond, amberkleurig of stout, raad eens welk. Hebt u een motief om hier te zijn? Op elkaars gezondheid drinken tussen experts. Daar kan ik niets tegen inbrengen. Vergeet niet wat essentieel is voor uw onderzoek. Download de plattegronden en de topofiches van de circuits.